Ik ben Abke Haring. Ik speel in Bloed en Rozen in deel 1 Jeanne d'Arc en in deel 2 Francesco Prelati. En dat is. Ik ben nog enorm bezig met die twee aan elkaar aan het linken. Wat ik steeds meer aan het ontdekken ben, is dat bijvoorbeeld Jeanne d'Arc in het eerste deel. Dat is iemand met heel veel ongelofelijke eerlijkheid en een focus met iets hogers, iets goeds. En dan komt die en die sterft. En dan komt in deel 2, maar eigenlijk is dat voor mij misschien een minuut dat ertussen zit, komt Francesco Prelati op. En dat is eigenlijk een hele valse nicht. Dus daartussen is een soort ja, leuk gevecht wat ik aan het uitzoeken ben. En Francesco Prelati, dat is een jonge jongen die valt op mannen. En dus dat is voor mij wel een hele leuke tegenpol tegen Jeanne d'Arc. Enorme maagd die ergens voor gaat, zuivers. Voor de klankkleuren zo goed mogelijk. Ik ben Johan Leijzen. Ik speel in de voorstelling Bloed en Rozen Gilles de Rais. Het stuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel volgt Jeanne d'Arc en het tweede deel Gilles de Rais. In het eerste deel loop ik aan de zijlijn een beetje mee, want dat is ook historisch een feit. Gilles de Rais heeft Jeanne d'Arc gekend. En Gilles de Rais was een veldheer, een maarschalk, een van de rijkste mensen van het land. En die heeft Jeanne bijgestaan bij de verovering van Orléans. Daarna wordt Jeanne terechtgesteld en dan deel 2 concentreert zich op Gilles, die jaren daarna een wonderlijk leven leidt van ontaard tot een soort van verschrikkelijke kindermoordenaar. En de twee worden, in het eerste deel Jeanne en in het tweede deel Gilles, worden door een kerkelijke rechtbank tot de brandstapel veroordeeld. Dus in die zin rijmen ze een beetje, maar ook weer helemaal niet. Dus ik ben Jos. Ik speel in de voorstelling Bloed en Rozen twee rollen. Toevallig hebben ze dezelfde functie in de samenleving van toen. Dus ik speel twee bisschoppen. In het eerste deel speel ik dus Monseigneur Cochon, een bisschop, die dan belast wordt om het proces tegen Jeanne d'Arc te leiden. En die dat met al zijn dubbelzinnigheden eigenlijk tot een climax voert. Moet eigenlijk leiden tot de bekentenis van Jeanne dat ze dwaalt, dat ze toegeeft dat ze eigenlijk gezondigd heeft. Dus het is, daar is het eigenlijk allemaal om te doen. In het tweede deel is het een andere monseigneur, is het een bisschop Malestroit. Ook erg verweven met de macht, zeer verweven met de macht. Hij weet, ze weten heel goed van hogerhand waar Gilles de Rais mee bezig is. Ze weten dat daar van alles gebeurt dat niet gezien mag worden. De kerk is daarmee de plicht te gaan, heeft gezwegen. Er is natuurlijk een duidelijke link naar de pedofiele schandalen binnen de kerk hier in België. Met herkenbare zinnetjes uit quotes die door de bisschoppen hier ook in de media zijn uitgesproken. Dus die verwijzingen die zitten er allemaal in en die Monseigneur de Malestroit die heult een beetje samen met de adel in dit geval. En die vergreep zich dus aan kindjes. En men wist daar wel van, maar men heeft dat eigenlijk laten gedijen. En op het einde kunnen ze niet anders dan hem te stoppen. En dan is het ook weer de bisschop Malestroit die dan toch het proces gaat leiden en die er eigenlijk moet toekomen om Gilles de Rais een bekentenis te ontlokken. Dat hij toegeeft dat hij een zondaar is en dan kan hij de brandstapel op. Als hoogste van zal zou de kroon, de kerk, de adel zelf ondermijnen, de hele gevestigde orde. Daar is met een handelaar zeker. Ik ben Han Kerkhoffs en ik speel mee in deze voorstelling, Bloed en Rozen. En ik speel twee keer een zakenman. De heren hebben twee verschillende namen in de tekst van Tom Lanois. In het eerste deel speel ik de Bouligny.
En het tweede deel de Ferron. Maar eigenlijk, in hoe wij het behandelen en hoe ik het zelf zie, is het één personage. Het is één en dezelfde man. En het is een man die... Vooral bij hem draait alles om geld. Om zaken doen. Om winst maken. Er is maar één raadgever, maar één filosofie in het leven. En dat is handel. En in het geval van Jeanne d'Arc betekent dat dat ik... er heel erg op toekijk dat het leger waarmee zij optrekt en waarmee zij haar overwinning boekt, dat dat financierbaar is. Daar heb ik dan ook aanvankelijk mijn twijfel bij. Pas als ik merk dat een heleboel soldaten in haar leger dat doen omdat ze blind achter haar aanlopen en geen soldij verlangen, pas dan kan ik meegaan in haar idee en geef ik ook toestemming vanuit mijn kant om die veldslag aan te gaan, omdat ik weet dat het eigenlijk bijna gratis is. In het tweede deel, het deel van Gilles de Rais, ben ik een van de mensen die eigenlijk het hele systeem van Gilles in stand hou. Omdat ik financier, omdat ik geld leen, omdat ik goedkoop dingen van hem koop. En eigenlijk, ik ben in staat, zoals vandaag de dag ook nog bij veel bankiers en banken en zakenlui aan de hand is, om het kwaad eigenlijk in stand te houden. Denk aan de, we hebben vandaag de dag Libië met Gaddafi. We hebben natuurlijk allemaal boter op ons hoofd, omdat al de wapens waarmee Gaddafi zijn volk onderdrukt van ons afkomstig zijn. Ik wil maar zeggen, in dat soort situatie moet je mijn positie in deze voorstelling zien als de gewetenloze geldverschaffer. Ja, ik ben Johan van Assen. Ik speel de rol van de la Tremoille, een eenvoudige dienaar van de Dauphin. Zo stel ik mezelf voor in het stuk. In deel 2 speel ik de Lassier, een slaafje van Gilles de Rais. Ja, de la Tremoille maakt deel uit van de macht, zeg maar. Het stuk handelt een beetje over de machthebbers, of de macht, die een aantal mensen uit opportunistische overwegingen voor zijn eigen zaak gebruikt, zolang dat hen goed uitkomt. En van het moment dat dat hen niet meer goed uitkomt, die mensen gewoon dumpt. En ik ben lid van het machtsapparaat. Het machtsapparaat dat een beetje vertegenwoordigd wordt door de klerus, de adel en de middenstand in dit stuk. En ik behoor dan tot de adel en ben eigenlijk een onmiddellijke raadgever van de majesteit, hè, van... de koning, de Dauphin. Maar ik denk dat jij best, Johan, tussen het scherm en dat je daar tussen moet vliegen. Ja, dat is gewoon zo. Ik ben Katelijne Dame. En ik speel mee in Bloed en Rozen. In het eerste deel speel ik de koningin. Isabeau van Beieren noemde ze. Maar wij noemen ze gewoon de koningin. En in het tweede deel speel ik Madame Jeudon. En wat die twee rollen gemeenschappelijk hebben, is het feit dat ze moeders zijn. Maar je kunt eigenlijk geen twee uitersten krijgen in de rol van moeder eigenlijk. Op de eerste plaats is dat haar zoon, waar dat ze natuurlijk... waar ze van houdt, die ze dingen leert. Tegelijkertijd is dat een gevaar ook, want hij is natuurlijk de troonopvolger. Hij wordt dan uiteindelijk ook op de troon gezet. Dus het is een soort van machtsstrijd ook. En bij Madame Jeudon is het een vrouw die haar kind kwijt is. Die vrouw weet niet waar haar kind is. Ze heeft wel bepaalde vermoedens, er worden dingen gezegd. Maar ze weet niet hoe, wat, waar en of hij nog leeft. Dus het is heel bizar dat die twee totaal verschillende vrouwen een gemeenschappelijke factor hebben. En dat is moeder zijn. Dat alle twee op een totaal andere manier ingevuld wordt. Dat een totaal andere gemoedstoestand, een andere emotie heeft naar het kind. En dat het toch een soort van identiek iets heeft. Weet je wie dat laatste zin zegt? Is dat de Dauphin? We zien wel gaan nu maar. Of zegt Ab
stapje nog in tijd. Ik ben Stefan de Gant. Ik speel mee in het stuk Bloed en Roze van Tom Lanois. En in het eerste deel speel ik de Dauphin, die later gekroond wordt tot koning. Ik speel de zoon van Katelijn de Dame, de koningin. En in het tweede deel speel ik Poitou, de knecht van Gilles de Rais, samen met de Lassier, ook een knecht van Gilles de Rais, gespeeld door Johan van Assen. En de Dauphin ligt een beetje onder de knoet van zijn moeder, die nogal dominant is op hem. En hij probeert toch zelf de beslissingen te nemen, maar zijn beslissingen zijn nogal impulsief. Wat zorgt voor de nodige commotie. En in het tweede deel ligt hij zwaar onder de knoet van Gilles de Rais. En in die zin, het verschil van de beide rollen is dat hij in het eerste deel nogal heel veel macht heeft en in het tweede deel totaal geen.